Dat eerste filmpje is eigenlijk, laten we zeggen, het eerste filmpje dat ik ooit gemaakt heb. En ik was afgestudeerd aan het conservatorium afdeling musical. Dan ben ik illustratie gaan volgen in Antwerpen. En dan mocht ik 3 maanden naar Toulouse om een soort van uitwisseling te doen. Ah, ik dacht dat dat toneelschool was, dat je ook nee, in het Frans... Ah, echt nee, waar? Nee, dat was echt de grafische kunsten. En ik had daar een regisseuse ontmoet. En die had dan een kort filmpje met mij gemaakt, wat ik eigenlijk niet meer heb teruggevonden, want anders had ik dat misschien getoond in plaats van deze. Maar ik mocht dan eigenlijk daar ook een film maken in plaats van tekenen of zo. Dus ik ben dan toch naar mijn oudere liefde teruggegaan en dan heb ik dit gemaakt, dat eigenlijk echt nergens op slaat. Wow. Maar ik vond het wel leuk. Goedemorgen, dames. Goed geslapen? Kijk eens aan Jiske. Nog een kaartje van uw broer. Van de Frans. En hij schrijft dat hij veel aan u denkt. Ik zal het bij de ander ophangen, hè. Merci, Chantal. Douglas Boswell is een hele goede vriend van mij. Nog steeds. Het filmpje dat jullie daarna hebben gezien, hebben we samengemaakt. We hebben eigenlijk altijd samen gedroomd. Hij heeft ook op mijn allereerste langspeler de making-of gemaakt. Kiekeboe was dat, lang geleden. Ik zag het in de IMDb. Voilà. En ik vind dat eigenlijk een filmpje... Ik vond dat altijd al heel, heel mooi. En ik vind dat nog eigenlijk ontroerend nog steeds. En ik vind dat ook prachtig gespeeld van die 3 dames. Dus ik vond dat dat er zeker mocht zijn. Ja. Moet dat geweest zijn, hè? Hels. Zo stop motion, zo. Allee, het is. Je wou Peter Gabriel naar de kroon steken en op scoutsvlakke gebied, ja, toch wel. Maar heel veel werk vooraf en trial and error, hè, want wij zijn geen echte animators. Dus wij hebben daar met vrienden en wederom dus met Douglas. Hebben wij daar. Heel veel werk ingestoken en vele nachten in een serre doorgebracht. Police les urgences, je vous écoute. Oui, c'est moi. Je suis désolée, j'ai pas pu te rappeler plus tôt. On est sur la grande route qui quitte Malheuil, tu vois. La route qui quitte Malheuil. Et vers où, madame? Ouais, je suis en retard, j'ai pas vu le temps passer. C'est quoi l'urgence? Je sais, ouais. Mais je t'appelle pour voir comment on fait pour la petite. Expliquez-moi la situation, s'il vous plaît. Je sais pas. Madame, sais ici, pas. C'est les urgences de la police. Si vous me dites pas en quoi je peux vous aider, je vais devoir raccrocher. Désolée. Zoveel kortfilms. Dus ik heb voor mij, naar mijn goesting, toch een soort van divers palet proberen zoeken. Ja. Maar ik doe het niet zo vaak. Nee, man. Je kunt beter het af en toe doen en het goed doen dan mensen die heel veel spelen en er niks van bakken, natuurlijk. Dus daarom ben je ook op het kortfestival Artist in Focus. Yes. Die een brief gelezen? Ja. Ja, en? Chique woorden, met oude mond te horen komen. Dat hier geleerd. Of hebben een avocaat aan polken vastgehouden? Kim. Wat hebben ze beloofd? Baby, kom aan. Hey, baby. Wat hebben ze beloofd? Dat je 4 à 5 jaar minder zou zitten. Het is niet mis, hè. Wat zit er voor mij in? Zijn ik mij wel, sorry. Ik ben iemand die altijd heel psychologisch te werk gaat. Dus ik ga echt wel kijken naar als ik het scenario lees. In wat voor vakje kan ik dat personage steken? Omdat
als ik alles open zou laten, dan zou ik niet weten wat ik moet spelen. Terwijl ik probeer die dan zo gebald mogelijk te krijgen. En dan ga ik zoeken naar van waar dat die komt en de geschiedenis. Maar dus ook ja, eventuele pathologie. Heel vaak zijn er toch problemen met personages. Dat maakt ze interessant. Dus daar ga ik wel zoeken naar. Maar ik werk ook, en dan moet ik wel... We gaan misschien lachen, maar met sterrenbeelden bijvoorbeeld. Ik vind dat een sterrenbeeld heel leuk is om mee te werken. Als je dan gaat lezen van, oké, stel dat ze een steenbok is. Wat komt er dan nog allemaal bij dat mij kan voeden in het scenario, met het spel? Hoe dat ze zich zou kleden. Ik doe dat ook met het enneagram. Met bepaalde... Ja, dat zijn allemaal van die pseudo... hoe noemen ze dat? Pseudopsychologie, maar waar ik mij graag in verdiep om dan geïnspireerd te worden eigenlijk om het uit te diepen. Het was Dirk Impes die dat aan mij heeft gevraagd. En Dirk Impes had Code 37 met mij gedaan en de Broken Circle Breakdown. En ik had ervoor Tabula Rasa mee geschreven, dus die kende ook mijn zin om iets anders te doen, om achter de camera te gaan staan. Dus ik denk dat het bij hem wel zoiets was van, ja, waarom niet? Het was iets wat al aan het rijpen was eigenlijk in de geest van Dirk Impens. Misschien. En hij zag ook misschien dat jij het graag deed, of dat er veel... Allee, dat kon hem nog niet weten, want hij had mij nog niet zien regisseren. Ik heb al wel in het conservatorium en zo toneel en zo geregisseerd, maar niet voor film echt. Dus voilà. Ik zou nu zeggen regisseren. Ik heb me echt enorm goed geamuseerd. Ik vond het heerlijk om te doen. Dus het om de baas te zijn. Ja, dat is ook zo. Hè. Dat is ook hard soms, want je moet de eindbeslissing nemen. En ja, moeilijke maar dingen, het was wel fijn. Gewoon. Ik vind het ook zo... Dat schip en die mensen allemaal en samen. En ze zijn allemaal aan het gaan voor uw film. En dat is zo fijn om te voelen. Ja. Acteren is natuurlijk ook heel fijn, maar als je dat al 20 jaar hebt gedaan, dan is dit wel een leuke nieuwigheid. Een nieuwe voor de komende 20 jaar misschien, hopelijk. Dat weet ik niet, dat zullen we zien.